Het is zondag. Top dat jullie weer kijken naar een nieuwe ateliervlog. Gisteren heb ik deze tekst gemaakt en gecorrigeerd. Die ligt nu hier. Die moet nog hier gecorrigeerd worden. En er ontbreken tekeningen. Die zijn erg belangrijk om die nu eerst te gaan maken. Daar ben ik vandaag mee bezig. Dat is helemaal leuk. Wat ook heel erg leuk is, is dit. Gisteren heb ik die oude cliché afgedrukt, hè? Dat is dit plaatje. Nou, dat plaatje dat heeft waarschijnlijk in een boek gestaan. Uit begin 1900 of zo, denk ik. En misschien nog wel ouder, hoor. Dat kan best zijn. Dat is deze cliché, hè? Nou, vraag ik me af, in welk boek heeft dit gestaan? Ik heb die vraag gesteld op internet, op zowel Facebook als op de site van Drukwerk in de Marge. Misschien dat iemand het herkent. En hoe leuk zou het niet zijn als je dan ook het boek erbij vindt. Maar eerst ben ik dus even hiermee bezig. Nou, deze pagina die is gemaakt en gecorrigeerd. Hier moet nog een tekening van de dief erbij komen. Die loopt door de stad. Die heb ik al. Nou, deze tekeningen zijn er dus. Deze tekst is er, deze tekening is er. Nou, en deze tekst, ja, die hoort dus hierbij. En dan krijg je, ik moet even verder doorgaan, dat is deze bladzijde, tekstblok 3, dat is dit. En dan moet ik hier een tekening hebben van waarschijnlijk de klokkenmaker. Of de fotograaf die op straat vraagt waar de diva woont. Dus die tekeningen moet ik nou gaan maken. En natuurlijk de tekstcorrectie. Maar vandaag is het ook zondag en dan gaan we zondagse dingen doen. En er zit hier een zondagsmonster in de keuken. Die helemaal verzot is op kaasjes. Hé, poes. Hop, ja, goed zo. Feest hier in de keuken. Nu zijn de kaasjes op. Meer krijg je niet. Liefst zou hij de hele kaas pakken, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Het bereik van internet is echt formidabel. Hier komt een melding van een volger, Jan. Die heeft uitgevogeld dat de tekening in ieder geval op deze website staat. Dat zegt nog even niet alles, maar het betekent wel dat dit plaatje bekend is. Want het is ergens vandaan gehaald. En ik ben heel benieuwd of iemand weet in welk boek dat gestaan heeft. Want degene die dit plaatje geplaatst heeft, ja, die weet ook uit welk boek dit komt. Maar eerst ga ik mijn jongste schilderij afleveren bij de galerie. Ja, ik vind hem echt super. En als ik dan mijn filmpje wil monteren, gebeurt er dit. Poes. Oh, helemaal gezellig, hè? Ja. Het is een lieve beest, hoor. Hè? Ja, dit vindt hij helemaal fijn. Hè? Na het afleveren van mijn schilderij, wat ik eventjes ga liggen, ik denk het is zondag, ik was gewoon moe, ik ga eventjes even liggen. Ik ben in slaap gevallen, ik ben net pas wakker, het is nou net iets over vieren. Dus ik heb vandaag geen moer gedaan, ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin meer in om nog bezig te gaan. Ik ga nog wel even corrigeren, dat is het enige wat ik nog even doe vandaag. En dan sluit ik de zaak af. En als dan de laatste correctie gedaan is, dan gaan we het hele spul weer vast. Dan maken we weer een proefdruk. En dan moet het goed zijn.
Nou, dan gaan we weer eens even controleren. Nou, zo te zien is hij helemaal goed. Het is inmiddels bijna 5 uur, dus Snoopy krijgt zijn avondmaaltijd en ik ook.